jongens. Leuk. Hey, hartstikke leuk dat je hem weer even aangeklikt hebt. Dat waardeer ik heel erg. Vergeet niet te abonneren. En als deze video afgelopen is, even op het duimpje te klikken. Vandaag geef ik eventjes het woord aan Ries en YouTube. Hier is die. Ja, Ries. Ries en YouTube, hier is die. Ja, Ries, hartstikke leuk, hartstikke tof. Ja jongens, laten we snel een stukje gaan rijden en op zoek gaan naar fietspaden waarvan het niet helemaal duidelijk is of je er nou wel of niet mag rijden met je elektrische scooter. Hier in de omgeving zijn er een aantal. Ik ga het gewoon aan jullie vragen. Laat een reactie achter in de beschrijving van deze video. En anders kan je ook een reactie achterlaten op Facebook. Op de e-scooter community app. Ga daar gauw naartoe en dan zie ik je daar. Let's go Ries, we gaan weg. Hoppa. This is a Soul Fire production. Fietspad, dat betekent dat je hier dus wel mag rijden met een elektrische scooter. Maar van 1 maart tot 1 oktober mag je hier dan wel rijden met een elektrische scooter of niet? Dat is toch raar? Ja, volgens mij heeft het gewoon betrekking op die honden. Dat kan ook, hè? Dat het bord betrekking heeft op die honden en niet op de fietsers. Dus ja, zeggen jullie het maar. Ik vind het nogal verwarrend. Dit is nummer 1. Ja, zeggen jullie het maar. This is the Soul Fire production.
Nou, hier lijkt mij het heel duidelijk. Dit is gewoon een fietspad achter mij. Dat zie je. Mag je gewoon met de snorbrommers koeteren. En de brommers met een gele kentekenplaat, die gaan hier de rijbaan op. Bij mijn vinger. Ja, hier zo. Ja. En daar gaan ze dus de rijbaan op. Dit is een duidelijke situatie. Ik kan niet anders zeggen. Dus hier is het gewoon voor iedereen super duidelijk. Voetgangersbord met daarop fietsen toegestaan, snor- en bromfietsen niet. En nu is de vraag, mag je hier nu wel of niet met een elektrische scooter rijden? Want dat is eigenlijk de vraag. Weten jullie het antwoord? Geef even een reactie onder de beschrijving in deze video. Ik denk zelf van niet. Maar hier zien jullie weer zo'n bordje met fietspad. Dit keer geen ronde. Wat is nou het verschil tussen dit fietspad of dit bordje en zo'n rond bord waar fietspad op staat? Tenminste, er staat dan een tekening van een fietser op. Mag je hier nou wel of niet rijden met een elektrische scooter of met een sowieso met een snorbrommer? Nou, ik rij hier zelf altijd en ik denk zelf van wel. Dus maar laat het eventjes weten, jongens. Allemaal van die dingen. Vroeger stond hij volgens mij onder verboden te snorren en te brommen. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij hebben ze dat weggehaald. Of de jeugd heeft dat eraf gesloopt. Dat kan ook. Nou, achter mij zie je dus twee verschillende verkeersborden. Een ronde en op die lantaarnpaal zie je dus zo'n rechthoekige. Dat is dus precies wat ik bedoel. Ja mensen, het is, ik ben eventjes thuis nog even achter de computer gaan zitten om het toch nog even iets duidelijker te maken voor iedereen en het voor altijd en eeuwig de wereld uit te helpen. Ja, een verkeersbord met een fiets erin, een ronde, dat betekent een verplicht fietspad. Fietsers en snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets tot 25 km per uur
moeten van dit fietspad gebruik maken. Dus ja, ook een elektrische scooter. Die tweede, dat is ook een rondbord, daar staat ook een brommetje in. Fiets, brom, fietspad. Fietsers, bromfietsers en bestuurders van een speed pedelec moeten van dit pad gebruik maken. Dus ja, ook een elektrische scooter. Snorscooter, hè, dan terwijl te verstaan. Ik rij op een snorscooter, dus ik praat eigenlijk over het algemeen over een snorscooter met een blauwe kentekenplaat. En dan hebben we hier nog deze. Dat is het fietspad rechthoekig. Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en bestuurders van een standaard elektrische fiets mogen van dit fietspad gebruik maken. Maar dat is niet verplicht. Let op, als bestuurder van een snorfiets met verbrandingsmotor mag je op een onverplicht fietspad alleen met uitgeschakelde motor rijden. Maar heb je nou een elektrisch aangedreven motor, een snorscooter elektrisch, dan mag je er weer wel rijden. Hey, grote voordelen hier in deze omgeving. Kan je lekker door de duin heen rijden bijvoorbeeld. Helemaal top. Dus ja, en dan heb ik eigenlijk ook nog een aantal rare verkeersborden gevonden. Bijvoorbeeld deze. Wat dachten jullie hiervan? Fietspad, fietsers toegestaan. Nou, dat is een beetje raar, hè? Vinden jullie dat niet? En dan hebben we ook nog, wat had ik hier nog meer gevonden? Ook een rare. Een zangfietspad. Ja, hier mag je dus lekker zingen. Als je hier met je elektrische scooter overheen rijdt, kan je gewoon lekker meezingen. Hebben ze dus een witte lijn gemaakt waarschijnlijk. Aan de ene kant mag je fietsen en met een elektrische scooter rijden. De andere kant is speciaal bedoeld voor voetgangers. Snorfietsen niet toegestaan. Maar als je een elektrische scooter hebt, dan mag je hier dus wel rijden. Heb ik begrepen. Dus als je een snorfiets hebt met een brandstofmotor, dan mag je daar niet rijden. En heb je een elektrische scooter met een elektromotor, dan mag je hier dus wel rijden. Als ik het mis heb, jongens, geef even een reactie hier beneden. En anders op e-scooter community. En zet er dan ook een fotootje bij, zodat we weten waar we over praten. Zodat het om deze foto gaat, want dat is heel verwarrend, deze. Hier een rondbord, speed pedelecs toegestaan. Nou, dan mag je dus ook met een elektrische scooter hier rijden. Ja, dat mag. En waarom dat dan speciaal staat? Omdat die harder gaan dan 30 km per uur. Dan zou je bijna zeggen van, dan moet hij dus op de hoofdrijbaan. Maar hier mogen ze dus ook rijden. Ja, en hier nog eentje. Hier zie je dan ook zo'n speed pedelec rijden. Met een gele kentekenplaat. En hier staat fietspad. 30 km per uur. Dat is een beetje een vreemd bord natuurlijk. Dus hier mag je wel rijden met je elektrische scooter. Mits je niet harder gaat dan 30 km per uur. Ja, fietspad dus niet brommen. Ja, je mag daar niet met een gele kentekenplaat. Maar wel met een blauwe kentekenplaat. Nou ja, je ziet het, jongens. Dit was de laatste foto. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is. Voor mij is het wel wat duidelijker geworden. Alhoewel, ja, soms dan kom je handhavers tegen die het zelf ook nog niet begrijpen. Dat heb ik laatst ook in de e-scooter community app ergens neergezet. Dan krijg je allemaal reacties natuurlijk op van mensen die daarop reageren. Dat is hartstikke leuk. Nou, heb je toevallig Facebook en vind je elektrische scooters leuk? Ga dan vooral eventjes je eigen aanmelden op e-scooter community. En zoek dat eventjes op. Het is niet mijn groep, het is van de e-scooter zelf. Het is hartstikke leuk, dan zie je allerlei weetjes, ditjes en datjes over de elektrische scooter.
En vond je dit nou een leuke video? Ik blijf het zeggen, druk even dat duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dan kan je ook abonnee worden. Dan moet je eventjes op dat reggae poppetje drukken, rechts onderin. Als je daarop drukt, dan word je abonnee en mis je geen enkele video meer van Ries en YouTube. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende vlog. Doei doei!